Vanmiddag vis ik in de IJssel. Tenminste, als ik hem kan vinden. Die dijk, die ligt een heel eind van het water af. Althans, de dijk die ik nu rij. Ik ga even verder zoeken. Ik kom al in de buurt. Want ik zie water. Daar in de verte loopt de IJssel. Achter die bomen. Daar moet ik naartoe. Paddenstoelen in augustus. Ja, waarom ook niet? Overal aan de kant staan waterplanten, dus dat wordt lastig vissen hier. Nee, ik denk dat ik de volgende keer toch maar wat verder landinwaarts ga zoeken. Ik heb inmiddels 110 kilometer gereden en een kilometer of 10 gewandeld en ik geef het op. Ik kan geen stek vinden naar mijn zin op dit gedeelte van de IJssel. Dit is echt een deel waar je een bootje nodig hebt. De volgende keer ga ik een beetje zoeken in de buurt van Zwolle, Dalfsen, die kant op. Tot de volgende keer. Het is augustus 2017, precies een jaar later, en ik ben terug op de IJssel. Het stroomt hier behoorlijk, een prachtig stuk, met korte kribben, waar je perfect kan staan en goed kan ingooien. Ik heb een uurtje staan gooien met een 11 centimeter shad, een kop van 18 gram. Die heb je hier wel nodig met die stroming, maar ik heb nog niks gezien. Ik ga een ander kleurtje proberen. Ik hoop dat dit kleurtje meer succes geeft. De concurrentie die drijft langzaam voorbij. Geen idee of ze wat gevangen hebben. Ik hoop het voor ze. Het is hier prachtig om te vissen, bij een dorpje aan de rivier. Maar vangen is toch een heel ander verhaal. Ik heb net mijn vijfde krip afgevist en nog geen aanbeet gezien. Ik ga het een paar kilometer verderop proberen. Wie weet. Ik hoop niet dat ik veel moet lopen op de volgende stek, want ik heb inmiddels een halve zool opgelopen. Ik heb inmiddels 100 kilometer gereden. Een uurtje of 6 gevist, op dieptes tussen de 2 en de 8 meter, met 5 verschillende soorten kunstaas. En geen stootje gehad, geen enkele aanbeet, helemaal niks. Ik word er wel moedeloos van. Het enige wat ik gepresteerd heb is 5 kunstaasjes verspelen aan de bodem. Nou, ik probeer het nog een half uurtje, knoop er toch nog maar in aan en dan ga ik naar huis. Het is mooi geweest voor vandaag.
een stevige wandeling ben ik terechtgekomen op het kanaal. Dit is een stuk waar je nog redelijk kan vissen tussen de waterplanten. En dat ga ik dan ook proberen met deze shed van 11 centimeter. Nou, na mijn uitstapje naar de IJssel was ik heel erg aan vangen toe. Dus ik ben naar het kanaal gegaan. Ik ben hier inmiddels een uurtje bezig. En het is noodzakelijk waterplanten harken. Maar er komt gelukkig een snoekje uit. Ik ga nog maar even door. Volgens mij wordt het een heel slecht beeld, want ik zit hier ontzettend onhandig. Maar goed. Hij zal nu alvast veel groter lijken dan hij is. Want ik schat hem op 65 centimeter. 5 minuten later. En dan komt er een heel kleintje binnen. Nou, blij dat ze er zijn, want dat betekent dat de toekomst is hier voor de snoek. Ik heb ongeveer 1 kilometer afgevist en zo'n 350 keer ingegooid. Nou, geen geweldig resultaat natuurlijk. En op het laatste stukje was bijna helemaal niet te vissen door de waterplanten, maar het is zomer. En zomers ben ik tevreden met elke aanbeet. Op de terugweg ga ik proberen om een baarsje te vernachelen. Met een klein kunsthaasje. Een shedje van 1 centimeter of 6. Het plan is iedere 25 meter 2 keer in te gooien. Geen beet, doorlopen. En pas blijven hangen als je een vis gevoeld hebt. Nou, mijn roze shedje was ik binnen 3 worpen al kwijt aan de stenen. Ik denk, laat ik eens een twistertje gebruiken. Ik vis er zelden mee en als ik ze gebruik, dan neem ik meestal twisters van maximaal 2 centimeter. Maar ja, die had ik niet bij me. Dus ik denk, probeer deze eens, die groene. Nou, bij de 3e worp, een baars. Het is niks meer geworden vanmiddag. Het enige wat ik nog boven gehaald heb, is dit. Een hele pluk, ongeveer elke 2e worp. Het is lastig vissen, maar goed, ja, wat moet je anders? Thuis zitten is ook geen optie. Met dit weer hoor je buiten te zijn. In de natuur. Vangen of niet.